De dag voor de topper in de beker tegen AZ is er veel belangstelling voor PSV op de hertgang. Iedereen is benieuwd naar wat trainer Huub Stevens heeft bedacht voor het treffen met Louis van Gaal. En omdat de training niet besloten is, kan iedereen zelf zien wie er wel en niet fit zijn voor dat duel. We hebben enkele blessuregevallen erbij. Enkele die nog niet zo ver zijn, zoals Jeremy en Nordin. Otman, dat zal vandaag blijken. En Erik ook. Daarbij komt dat Timmy ook niet 100% fit is. Dus dat zal ook vandaag moeten blijken hoe ver dat hij morgen zou kunnen spelen. Uiteindelijk staan er 24 spelers en 4 keepers op het veld. Alleen Erik Aldo blijft binnen. Een grote groep spelers dus, die hopelijk de nederlaag tegen NEC van afgelopen zaterdag achter zich heeft weten te laten. Maar over die wedstrijd, daar zal nog wel het een en ander over nagepraat zijn. Nou, daar hebben we gisteren daarover gesproken en we hopen dat die jongens daar goed mee omgaan. Zijn dat lange, diepe gesprekken? Nou, we hebben gisteren wel de tijd daarvoor genomen, ja. En ik denk dat daar ook wel het een en ander uitgekomen is. Nou, heb je wat goed te maken daar in Alkmaar na de competitienederlaag? Nu is het beker. Wordt dat dan heel anders? Nou, goed, een bekerwedstrijd, weet je, die staat altijd voor zich. En de beker heeft altijd zijn eigen wetten. Ja? Het is een knock-out systeem. Je weet dat je tegen een goed spelende ploeg moet spelen. Nou, wij zitten niet in de fase waar het fantastisch loopt. Dat is toch duidelijk. Nou, en ons dan om aan te tonen dat we wel op de goede weg weer gaan komen. Over één ding hoeft Stevens zich in ieder geval geen zorgen te maken. PSV kan zich morgen weer in een mooi en vlekkeloos tenue steken.